Löf is een Duitse gemeente aan de Moezel in de Landkreis Mayen-Koblenz. De gemeente heeft twee kernen, namelijk Löf en Kattenes. Aan de andere kant van de Moezel ligt een uitloper van Brodenbach. Löf telt 1491 inwoners. De parochiekerk in Löf werd gebouwd van 1737 tot 1738. De toren heeft een Romeinse vorm. Een opvallend iets aan de kerk zijn de glasramen van het tweede deel van 15e eeuw met afbeeldingen van de stichters van de plaats. In het Duitse Löf aan de rivier Moezel. Of je nou op zoek bent naar een actieve, relaxte of avontuurlijke vakantie, in Löf zit je helemaal goed. Laat jezelf betoveren door de schoonheid van de Moezelvallei en ervaar je eigen droomvakantie in Löf. Dit doe je leuk per boot, de pier ligt nabij Hotel Lellmann. Of ga lekker te voet, ontelbare wandelpaden en de Moezelklim maakt de regio hemel op aarde voor wandelaars. Qua cultuur heeft de regio ook genoeg te bieden, zoals schilderachtige kastelen en de Romeinse opgravingen. Vanuit Löf heb je een mooi uitzicht op Kasteel Thurant, een van verre zichtbaar symbool met zicht op het dorp Alken. Deels op Romeinse fundamenten gebouwd is het een van de oudste burchten aan de Moezel. Paltsgraaf Hendrik, broer van koning Otto IV, bouwde de burcht ter nagedachtenis aan de vergeefse belegering van de Syrische vesting Turon, toen hij in 1197 terugkwam van de kruistocht. Alken is gemakkelijk bereikbaar via een brug naar de overkant van de Moezel. Hallo, bedankt voor het kijken naar deze productie van JN Productions. Ik hoop dat u ervan heeft genoten. U kunt abonneren door op de logo in de rechter benedenhoek te klikken. Alvast van harte bedankt en tot ziens.